Ik werk op de Jan-Pieter Heijstraat. En toen liep ik door het Vondelpark naar huis. En zag ik opeens allemaal groepjes kinderen zo met allemaal Pokémon's en met elkaar. Er kwam er eentje, Team Yellow! Hey! Oh, wat is dit daar? Hier bij het Blauwe Theehuis heeft een groepje Pokémon-spelers zich verzameld. Nieuw aan de game is dat je de app niet alleen al stilzittend moet spelen. Dankzij GPS moet je ook in het echt bewegen om in de game verder te komen. En is het Vondelpark dan echt een goede plek om Pokémon's te vangen? Zeker, zeker. Er zijn heel veel Pokémon in het Vondelpark. Daar komt hij dagelijks. Nee, niet echt. Dat dan weer niet. Gisteren was ik er wel, maar... Ja. Jij dacht, ik kom op de fiets, want dan ben ik het snelst bij alle Pokémon. Dan ben ik het snelst bij alle Pokémon. Ja, dat dacht ik, ja. Ik fiets de hele dag in mijn eentje rond. Ja. Spelers houden echter weinig rekening met hun omgeving. De zoektocht naar deze dieren brengt ze op plekken waar je de mensen niet snel verwacht. Of ze minder gewend zijn, zoals hier bij het AMC. Er waren medewerkers die groepjes jongeren tegenkwamen op plekken waar daar normaal gesproken geen bezoekers zouden moeten lopen. En die bleken op zoek te zijn naar een Pokémon. En wat voor plekken moet ik dan aan denken? Dat was in dit geval de kelders, waar nooit bezoekers komen, omdat daar meer facilitaire logistieke plek van het AMC is. Dus het viel op dat daar mensen liepen. Het AMC heeft een oplossing gevonden om die speurende mensen buiten te houden. Wat we zelf hebben gedaan is op onze sociale media gevraagd of ze de Pokémon met rust willen laten. Dan zullen wij goed voor hem zorgen. Terug naar het Vondelpark dan. Het zijn niet alleen Amsterdammers die op zoek gaan naar Pokémon. Ook deze Amerikaanse toerist speelt het spel tijdens zijn vakantie. I haven't been to any weird places, but it's actually helped me see a lot more of Amsterdam. Because it's got me going into places that I haven't gone. And seeing little things that I don't usually notice when I'm here. Jij dacht... Ik ga even twee dingen combineren. Lopen met de kinderwagen en Pokémon's vangen. Ah, het is mooi weer. Wat wil je nog meer? Ja toch, je moest het een keer proberen. En vroeger, ja, dan, je kent het. Je kent de verhalen. Je weet hoe het in elkaar zat. Ja, dan is het leuk om het nog een keertje te spelen, toch? En wat vindt moeders hiervan? Die weet het niet. Die is aan het weggek.